Muzikale Zondag op Sint-Anneke. Dat is de naam van een schilderij dat op dit moment te gast is in Museum Vleeshuis. Ik heb afgesproken met de curator, Timothy, want die weet daar natuurlijk alles over. Dag Timothy, we staan hier bij dit prachtige schilderij dat heel bijzonder is voor het Vleeshuis. Klopt, we hebben een unieke kans. Het schilderij komt uit een privécollectie en we kunnen het tijdelijk tonen nog tot het einde van dit jaar. Het is een schilderij met heel veel linken met het museum, met het Vleeshuis als gebouw en met Antwerpen natuurlijk. Mm-hmm. We vertellen hier het verhaal in het museum van het muziekleven in de stad, de klank van de stad. En zoals je hier ziet, ja, Antwerpen op achtergrond en centraal staat die man met de gitaar. En al die mensen, allemaal vrienden, artistieke vrienden, die komen luisteren naar die muziek. Die artistieke vrienden, wie zijn dat allemaal? De belangrijkste op het schilderij is zonder twijfel Peter Benoit. Dat is een van onze belangrijkste Belgische componisten. En in de marge van dit schilderij zijn we ook bezig met het bespeelbaar laten maken van een piano die ooit nog door Peter Benoit is aangekocht. We hebben in de collectie ook een gitaar die heel sterk lijkt op de gitaar op het schilderij. En die laten we nu ook bespeelbaar maken en zal binnen afzienbare tijd hier te zien en te horen zijn. En de schilder, dat is Louis van Engelen, die is ook nauw verbonden met Vleeshuis, toch? Ja, de schilder, hij staat trouwens zelf op het schilderij, hier aan de eerste tafel. Maar het interessante is dat zijn grootvader oprichter is geweest van een atelier voor koperblaasinstrumenten in Lier. Begin van de 19e eeuw is uiteindelijk een van de grootste in België geworden. Heeft bestaan tot op het einde van de 20e eeuw. Dan is die firma gestopt en heeft mijn voorganger hier in feite dat atelier kunnen redden. En een deel ervan is terug opgebouwd in de kelder van het museum. En mensen kunnen dat daar bezoeken. En daarnaast is er ook digitaal heel veel te zien. Klopt, in deze vreemde coronatijden zetten we toch maximaal ook in op online toepassingen. Een van de dingen die we recent hebben gemaakt is een presentatie op Google Arts and Culture. En daar kunnen mensen echt inzoomen op details van het schilderij. We hebben daar ook nieuwe muziek voor laten opnemen. Mensen kunnen die daar beluisteren. En evengoed zetten we ook in op een virtuele tour. Mensen die naar hier kunnen komen, kunnen toch het gebouw bezoeken van de kelder tot de nok van het dak. En hopelijk komen ze dan later een keer fysiek naar hier. Als je graag nog meer wil weten over het schilderij Een Muzikale Zondag op Sint-Anneke, dan kan je terecht op de website van Museum Vleeshuis voor de digitale tour. Of je kan natuurlijk gewoon een ticketje reserveren en hier zelf komen kijken.